Opnieuw heeft de pyromaan toegeslagen in de wijk De Maten. Afgelopen nacht was een parkeergarage het doelwit. Het gaat om een parkeergarage aan de Egelantier. Twee auto's gingen in vlammen op en drie andere auto's raakten zwaar beschadigd. Begin deze week was het ook al raak. Toen brandde een caravan volledig uit. Ook werden er aan de Eerste Wormerse weg een paar auto's in de fik gestoken. De wijk wordt al bijna een jaar geteisterd door een pyromaan. In totaal zijn er al meer dan 20 autobranden geweest. Men leeft gewoon hier in angst van wie is de dader, wat gebeurt, wat is het volgende object dat in brand gestoken wordt. En die spanning die dat met zich meebrengt, dat is gewoon heel groot. Ik denk dat er een soort van buurtpreventie moet komen. Dat initiatief wat bij de bevolking komt te liggen. Want we zien weinig resultaat van onderzoek van de politie. En dat is een geluid wat je van steeds meer mensen hoort. Ze zeggen er moet meer toezicht komen. Ook wethouder Rob Metz voelt daar wat voor. Zo liet hij eerder deze week weten in TV Apeldoorn Nieuws. We zijn op dit moment aan het kijken in overleg met de politie wat wij kunnen doen om mensen die nu namens de gemeente in uniform zijn. Je moet denken aan de parkeerwachters, milieupolitie, dat soort mensen. Of we die eventueel kunnen inzetten in dit als aanvulling op de politie. Want wat er nu plaatsvindt, dat moet eigenlijk gewoon stoppen. De wethouder heeft inmiddels toegezegd dat er vanaf maandag extra wordt gesurveilleerd door geuniformeerde ambtenaren. Om hoeveel mensen het precies gaat en wanneer ze worden ingezet, wil de gemeente geen mededelingen doen om de pyromaan niet in de kaart te spelen.